Wat zou je liever afstaan? Je kleine teen of je mobiele telefoon? Stap in de zelfrijdende auto. Het grote verschil nu is dat we ook het denken en het besluiten nemen over gaan laten aan techniek. Doe! Oh my god! Dit is een hersenlezer. En dan kunnen we eigenlijk een deel van zijn gedachten lezen. Onze hersenen kunnen niet op tegen technologie. Willen we in de toekomst besturen of bestuurd worden? Denktank, zondag bij Human op ZAPP.